op basis van welk probleem ze bezig is met een wet om informeel onderwijs onder toezicht te stellen. Elk signaal wat ik krijg is er één te veel. En het punt is dat als we geen wettelijke basis hebben om überhaupt toezicht te kunnen houden, dan zijn mijn handen gebonden. En dan rest mij eigenlijk de vraag aan de minister wat ze in de afgelopen periode heeft gedaan om ervoor te zorgen dat het plan, wat ooit uit het VVD-verkiezingsprogramma is gekomen, op dit moment wel haalbaar, wel uitvoerbaar en wel grondwettelijk is. Voor mij is het belangrijk om zicht te hebben op het informeel onderwijs en te kunnen ingrijpen daar waar het misgaat. Ik noem vrijheid van meningsuiting. Wordt een probleem als deze wet in de huidige rijkwijde er doorheen komt. Vrijheid van onderwijs komt in het geding als de wet er doorheen gaat zoals het nu voor ligt. Als we het gaan hebben over dat de minister een aanwijzing kan geven om bepaalde materiaal te verbieden, bepaalde boeken te verbieden, dat staat namelijk in de rijkwijde in de hoofdlijnen, hebben we het over de vrijheid van drukpers die in het geding is. En de minister die weigert daarop te reageren. En voorzitter, ik heb daar maar één conclusie over. Is dat de minister op dit moment bezig is met een wet die door haar opvolger, misschien een PVV-minister, gebruikt gaat worden als een stok om islamitische organisaties mee te slaan. En die conclusie kunnen we nu al trekken.